Een hele goede morgen. Ik ben met mijn schatje Dion. We hebben net eventjes de hond uitgelaten en ons eigen klaargemaakt. Maar mijn camera was leeg, dus die heb ik heel even in de oplader gelegd. Dus die is nu vol. Ik ga vandaag lekker mijn haar laten doen. Mijn haar ziet er niet uit. Het is nu echt pisgeel, oranje, rood. Allemaal kleuren zitten erin. Ik ga nu heel even geld storten en naar de Albert Heijn even wat lekkers halen en meenemen voor mijn vriendin die mijn haar gaat doen. En voor mezelf, want we zijn laat en zij is ook laat. We hebben ons alle twee verslapen, dus hè, dat is helemaal top. Dan ga ik gelijk even wat lekkers halen, zodat we weer helemaal fris en fruitig zijn. Er staat een rij bij een pinapparaat. Top. Dus dan moet ik even in de wacht staan. Zoals er overal in Nederland een rij staat. Op de weg, voor de pinautomaat, voor de kassa. Overal staat een rij. Overal moet je wachten hier in dit land. De Jon is er helemaal klaar mee. Ja, gisteren even 58.000 kilometer voor niks gereden. Goeie vriend, het is wel een beetje heet nog, hè? Oh, ik heb ook deze, die kunnen we doen. Kan je niet even... Ja, nou, pak even dan. Ginger, zo, die heb ik lang niet op. Ja. Voor de vitamintjes. Oké. Okay. De strawberry. Proost. Joey. Ik heb muffins gehaald, lekkere sappies, drinken, melk en donuts. Hier. En kaartjes en suikerroodjes. Hou eens vast, schat, want ik ga hem zo eten. Het is wat afgekoeld is. Dag, Marjan. Ga je? Ja. We gaan nu rijden. Dat is mijn uitgangspunt. Snap je? Rust gaan, Ronnie. Ik zie je zo wel. Jeetje. Jojo. Wie is dat? Je vriend? Dat is Ronnie vriend. Ronnie uit Zuid. Wat doet hij? Hij doet krantjes verkopen. Ik kan die dope halen. Ja, ik zweer. Dat zegt hij ook gewoon. Als je zegt, wat ga je doen dan als je wat verdiend hebt? Zegt hij, ja, dope halen. Sophia! Dat zat er ook. Wel, ja. Hij is wel aardig hoor. Ik geef hem ook, als ik een los geld bij heb, geef hem ook wel een los geld hoor. Ik kan die dope halen. Nou. Gaan doen. We gaan de voorplukken een beetje blond doen en een klein beetje folies erin. En dan een beetje een donkere toon erover, zodat ik mijn eigen kleur weer een beetje terug heb. Top. Want dit ziet er niet meer uit. Ja, de blonde vind ik wel heel leuk. Maar nu ga ik gewoon een toner eroverheen doen, zodat ik hem uit kan wassen. En dan heb ik weer een beetje mijn eigen kleur terug. Ik wil een beetje weer kastanjebruin. En dan die voorplukken blond. Dat is wel super leuk. En dan kan je dat ook weer uitwassen, dus ik kan gewoon terug, zeg maar. En het wordt wel steeds lichter, ook met de vakantie natuurlijk. Maar wel weer even wat anders. De ene keer wil ik dat, de andere keer wil ik dat, maar ik wil niet dat mijn haar dit gaat. Dus ik wil het wel gewoon op een normale manier. Want ik heb er echt voor gestreden voor deze kleur. Zo, nu wordt het eruit gespoeld, tenminste. Dus er gaat een toner over mijn stukken doen die hier niet in zitten. En dan deze stukken die blijven gewoon blond. Zo, heerlijk. Ja, ik was er echt aan toe om iets anders te doen. Ik was het helemaal zat. Ja, ik ben al heel gauw iets zat in mijn leven, dus het scheelt. Maar
Ja, Dion die zegt, jij moet even een beetje donker doen. Dat vind ik echt leuk. Het staat echt very leuk bij jou. Met je lichte oogjes. Maar goed, ik had zo lang gewerkt naar dit. Hè? Dus ik hou het dan gewoon een beetje licht aan de voorkant. Maar wel gewoon donkerder. Het wordt wel lichter, want het is natuurlijk gewoon een toner die er ook heen zit. Maar wel gewoon weer dat ik een beetje mijn eigen kleur terug heb. Ik ben van mezelf weer kastanjebruin. Nu gaat het best wel donker. En wel gewoon een mooie kleur. Dus. En ook al gaan we nu naar de zomer, is donker heel, is blond heel leuk. Maar een beetje gewoon dat speelse, weet je wel, donker en licht, dat vind ik toch wel super sexy. Dus. Nee. Overloop slagmoe. Overloop zo mooi. Maar je ziet het nu niet. Toch als ik het ga veulen, wat passeert. Heerlijk, ik ben benieuwd. Ik moet echt wennen, ik heb een nieuwe camera. Je hebt een nieuwe camera? Ja, maar die scherm zit hier aan de rechterkant en dan bij mijn oude zat hij gewoon hier op. Dus ik kijk de hele tijd daarheen, terwijl ik daar moet kijken. Echt een slechte vlogger, maar ik moet nog even leren. Ik vind het sowieso knap dat je dit kan. Sorry. Ja? Ja. Ik zou dit niet kunnen. Nee? Ik wil nog mijn eigen kop aanzien op dat. Dat zag ik net, ja. Ja. En dan ben ik nog niet eens klaar. Ik wil ook nog voorbij komen. Ja. Dan ben jij zo beter dan. Bij je nooit. En als ze scoren, laten we ons horen. Kippenvleugels. Vind je die kip lekker ruiken? Ja, ik zit af te tellen. Heb je zo erg honger? Ja, nog 6 minuten. Hoe ruikt die dan? Lekker, hè? Oh, ik ga ook helemaal niks overlaten van. Nee. Die jongen is al aardig op weg. Hey. Wow.
wel lekker hoor. Sweetie, hè? Kijk hem shoppen. Deze ben je kwijt. Ben jij zo'n lief kind? Ja. Ben je mama's pikkie? Ja. Mama houdt van jou? Ja. Heel veel? Ja. Ja? Ja. Kusje? Oh, is daar. En Joost. Lekker ding. Nou, we liggen lekker op de bank. Net even lekker gedoucht samen. Lekker hoor. Eli op bed gelegd. Nu gaan we eventjes Special Forces Vips kijken. Elke zondag. Aflevering 2. Haba. En? Deze. Dat is handelmaatje. Nou, ik kom net achter iets. Ik zit even alle vlogs terug te kijken, tenminste de video's die ik opgenomen heb. Maar alles is in slow motion. Dus ik zal het jullie even laten zien. Maar heel veel video's zijn in slow motion. Een hele stuk. Zo, deze buis hier is zwaar goed gek. Ja, dat duurt die vlog lekker lang. Alles. Ik weet niet waarom mijn camera dat doet, maar super raar. Een hele stuk dat we in de auto zitten te praten. En dat we helemaal blij zijn. Dus in slow motion, dat is echt raar hoor. Alles. Dan moet je even kijken hoe dat werkt allemaal. Heel apart. Is gewoon heel dat stuk dat Dion mij in de auto ophaalt in slow motion. Is het nou niet slow motion dan? Ja, dat weet ik dus niet, waarom hij dat doet. In ieder geval... Een hele rare situation. Dus ik mis nu 6-7 minuten of zo. Met superleuke dingen. Dat wij helemaal aan het kussen zijn en blij. Nou, en dat kunnen we nou toch ook even doen. Nee. Mm. En dat je helemaal blij bent om mij op te halen, dat je mij helemaal gemist had. Ik had het wel gemist, ja. En dat Feyenoord ging scoren, dat je helemaal door het dak heen vloog en bijna uit je deurview ja, op de straat met je gezicht. We scoorden 1-0. Hij reed bijna Ronnie aan. Ja, echt superleuk is dit. Mm-hmm. Jij kijkt ook heet het naar dat, hè? Je moet hierheen kijken. Ik ben helemaal... Ik haat het echt. Ik heb een nieuwe camera, maar ik weet gewoon niet zo goed nog hoe die werkt. Want deze is gewoon heel anders. En ik zit waarschijnlijk met mijn dikke vingers zit ik weer op het beeldscherm met deze touchscreen. En dan gaat die weer slow motion. Let maar op, ik heb een video van die eendjes. Die doe ik wel in. Kijk maar, ze zijn slow motion. Ja, en die video van Dion en mij kan ik er niet in doen. Slow motion, dat ziet er niet uit. Dat is echt super raar. Ik ben er weer helemaal kapot van. Ja. Merk je het? Ja, heb je al een minuut gekeken van Special Forces of niet? Nee. Nee, ja. Ik word er gewoon wild van als het allemaal niet lukt. Ik wil... En helemaal omdat het zo'n leuk stuk was. We hadden het echt naar ons zin. Het was echt leuk om te delen, zeg maar. Mm. Alles gaat fout. Altijd. Nee, joh, schat. Dat lijkt me zo. Nee, dat is zo. Kijk aan. Wie is dat? Cool. Zwaar koud. Ja, dat is wel. Fijn. Het lijkt wel goed. Ja, ik kan het niet hoor. Ik weet niet wat hij doet. Gaat niet zo goed. En dat is die ADHD. Kijk, die wilde lopen. Ah, zijn handen. Hij kon wel goed, zag je dat? Ik snap het leven ook niet. Om even een wat
Zo, het is koud. Sta je daar met je vrolijke gedrag. Ik vind niks erger als kou, man. Kou haat ik. Maar warmte ook. Nee, warmte is lekker. Ik wil gewoon tussenin. Ik wil niet te warm, niet te koud. Je bent wel gewoon lekker warmte. Ik mis je nou al. We mogen werken. Ik ga morgen een vlog online zetten. Nieuwe vlog. Daar heb ik ook weer gewerkt. Ik ga morgen de was opvouwen. En ik ga 1 wasje draaien. En... Dwayne. Ik ga morgen werken en daarna ga ik even trainen. Ik wil morgen ook even trainen. Ik ga naar jou trainen, ja? Dat is goed. Ik ben dik. Die Koenkadesje moet helemaal niks water. Ik deed dit om het koude water in de sloot. Zegt hij, ja, ik zie het nut er niet van in. Hij wil echt dood daar, hè? Ja. Ik zou wel boos om me worden, toch? En hebben al 48 sit-ups door hem moeten doen. Neem me alsjeblieft niet kwalijk, want ja, ik weet gewoon nog niet zo goed hoe deze camera werkt. Dus ja, ik weet niet wat het is, maar gaat gewoon in slow motion sommige video's. Kan je ook mijn vorige video zien bij Parijs. Zie je ook bij Disneyland Parijs, zie je ook een hele stukje in slow motion. Ja, en we waren gewoon aan het praten in de auto. Ja, dan zie je alleen maar... Dus dat ziet er ook echt niet uit. En ja, ik weet niet wat ze zeggen, dus het is ook... Ik weet niet wat we zeggen, dus het is ook totaal niet boeiend. Ik lig lekker in bed. En ik leer vanzelf wel... hoe ik allemaal werkt. Ik ben heel kapot. Ik ben in ieder geval echt super blij met mijn haar. En het was een hele leuke dag vandaag. Ik heb heerlijk genoten. En ik ben helemaal verrot. Moet het ook vroeg uit. Man, man, man. Het is wel gewoon jammer, want ik mis gewoon hele stukken. Waardoor mijn vlog ook minder lang is. Plus, ik weet wat het is als ik vlog gewoon heel de dag. En daaruit knip ik de leukste stukken. Dus ja, je mist gewoon leuke, spontane stukken. Gewoon, dit stuk was echt leuk. Die jongen was helemaal blij om op te komen halen. En Feyenoord speelde het Feyenoord scoorde in de auto. En hij was nog blijer. Was gewoon leuk. Je zag gewoon echt, wat ik ook echt super leuk vond, zeg maar de eigenares van de zaak, waar zeg maar mijn kapster mijn haar doet, die jongen kwam me halen binnen en ze zei, wauw, jullie passen echt goed bij elkaar. Lijkt wel alsof jullie twee zielverwanten van elkaar zijn. Toen zei ik, ja, hij lijkt net familie van me. Toen zei ze, ja, niet normaal. Dat vond ik wel echt heel erg leuk om te horen. Maar ik hoor het echt wel heel veel. Dat iedereen die hem echt bij mij vindt passen. Dat vind ik wel echt leuk om te horen. Ik ga morgen ook lekker mijn nagels doen. Ik ben die Disney nagels helemaal zat. Het ziet er niet meer uit. Ik ga lekker neutraal doen, denk ik. Lekker naturel, kort. Niet meer zo lang. Ik hou gewoon niet van lange nagels. Ik vind lange nagels gewoon... Helemaal niks. Het is ook gewoon super onhandig met de bed opmaken. Het is gewoon ja, niet fijn. Dus ik ga gewoon lekker kort doen, verzorgd, heerlijk. Ik hou daarvan.
Maar wel dat ik gewoon verzorgde handen. Tot Dion in bed kon liggen. En dan lekker slapen. Een vlog afsluiten. Ik ben erg moe. En laat allemaal even weten. Wat vind je ook? Lily. Hoor de ademen dan. Ik naar de dierenarts voor de ademhaling, maar omdat ze dwerggroei heeft, blijft het gewoon zo. Ja. Kom eens, ik ga afsluiten. Ik wacht heet dit op jou. Oh, echt? Je bent lekker. Doe eens voor de camera. Daar ben je. Heel lekker ding. Nou, mensen. Laat allemaal even weten wat jullie van mijn video vonden. Alle duimpjes omhoog. Reactie en vragen rond de video. En we zien jullie als een nieuwe vlog. Slaap lekker iedereen. Later.